De voorlaatste etappe in deze Eneco Tour is de Koninginnenrit. 145 renners vertrekken in Heerlen voor een 208 kilometer lange etappe met aankomst in Houffalize. Het is de langste etappe, onderweg liggen 10 verschillende hellingen. 5 renners proberen samen om de vlucht van de dag op te zetten. Het zijn Sébastien Turgot, Jan Polans, Niklas Arndt, Jérôme Bonny en voormalig werelduurrecordhouder Matthias Brendle. De 5 verzamelen een voorsprong van maximaal 5 minuten en 10 seconden. In het peloton probeert Lotto NL Jumbo de wedstrijd te controleren, maar dat is geen makkelijke opgave voor het team van leider Wilco Kelderman. Zeker niet op een parcours dat zowat de hele tijd op en af gaat. Het lastige parcours en de regen schrikken de renners niet af om er stevig tegenaan te gaan. Het regent zelfs aanvallen. Greg van Avermaat probeert de etappe naar zijn hand te zetten. Hij gaat er een paar keer stevig tegenaan, maar krijgt heel wat repliek. We krijgen een bijzonder mooie etappe te zien. Geschke en Rogers proberen dan om samen een aanval op te zetten. Bij het ingaan van de laatste plaatselijke ronde hebben ze een voorsprong van 18 seconden. Maar hun aanval is geen lang leven beschoren. Want dan komt een ware demonstratie van Tim Wellens. Die zet een verschroeiende aanval in en niemand is opgewassen tegen die solo. Het is wel eens natuurlijk ook te doen om de bonificatieseconden die een paar kilometer verder klaar liggen tijdens de gouden kilometer. Lotto Soudal lijkt op weg naar de tweede ritwinst in deze Eneco Tour en het veroveren van de leiderstrui. Greg van Avermaat blijft intussen met lege handen achter. Zijn vele aanvalswerk in deze etappe heeft niet geloond. Van Avermaat moet met leden ogen aanzien dat de voorsprong van Tim Wellens steeds groter wordt. Wellens wint niet alleen, net als vorig jaar de Koninginnenrit. Hij is ook de nieuwe leider in het algemeen klassement.